Ja, Ketelbink is begonnen als een grapje op zolder. Dus met een pan gingen we aan de slag en zijn we bier gaan brouwen. Kijken naar YouTube filmpjes, het nagedaan. Het was helemaal niet lekker de eerste keer, maar het was wel lekker genoeg om het nog een keertje te proberen. En toen werd het eigenlijk wel vrij snel lekkerder. En toen zijn we gewoon keihard bier gaan brouwen. Ja, je moet wel een beetje gek zijn om als student bier te gaan brouwen, want je hebt waarschijnlijk niet de beste keuken ter beschikking staan en laat staan een goede brouwerij. Dus je moet gewoon een beetje aanklooien en kijken of dat lukt. We staan hier in de kelder. Dit is dus waar ik mijn bier opsla. Ik kan er niet eens staan, maar er past wel veel bier. Veel liters, dus ik heb hier nu iets van 1000 liter bier staan, aan fusten ook. En voor de rest ligt het in de meterkast, want je moet toch iets. En voor je het weet, dan heb je gewoon een hele hoop flessen bier in je meterkast staan en in je kelder. En wat blijkt, mensen vinden dat juist heel leuk. Dus ik geef mensen vanuit mijn meterkast een doos met bier mee. En dat clandestine gevoel, dat zit er dan nog steeds een beetje in. En mensen vinden dat heerlijk. Op een gegeven moment had ik een naam bedacht. En ik denk van ja, goh, als ik nou hier bij de Pelgrim, de enige brouwerij van Rotterdam, kan ik daar niet misschien bier gaan brouwen? Want het is toch raar dat we hier in Rotterdam maar één brouwerij hebben. En dat voor 1 miljoen mensen, of hoeveel mensen wonen er hier in de buurt. Nou, dus toen ben ik hier bij de Pelgrim binnengewandeld en heb ik gevraagd van goh, kunnen we ook mijn bier brouwen volgens mijn recept? En toen zei ze eigenlijk van ja, dat kan wel, we kunnen wel doen. Als het gaat om het neerzetten van zo'n merk. Ja, dat is dus gewoon op de fiets stappen met een tas vol flessen. En je gaat een hele lange zaterdag draaien. En gewoon overal je verhaal doen. Dus ja, gewoon overal aan de bar gaan zitten. En vragen of mensen het er leuk uit vinden zien. En dan laat je een fles achter en hoop je dat ze het lekker vinden. En tot je grote verbazing gaan ze je terugbellen om te zeggen dat ze het wel gaaf vinden. En zo komt een balletje aan het rollen. Nou, zullen we hem gelijk even wegzetten? Ja, is goed. Zo, dan kan het weer bij de voorraad. Kijk, weer een lege doos. Ja, ik het gaat lekker. Zie je? Ongeveer een maand geleden was Gijs hier in de winkel om te vragen van of ik eventueel belangstelling had voor een nieuw Rotterdams bier. Toen heb ik gezegd, ja, waarom niet? Laten we maar proberen. En toen hebben we het gelanceerd en hebben we het in de etalage gezet. We hebben het in de winkel gezet. En nou, naar aanleiding van een artikel in de krant is het helemaal populair geworden. Heel erg goed, dat wil zeggen van een aantal dozen per week. En dat voor een Rotterdams bier van 3/4 liter is het hip. Helemaal populair, helemaal in. Het is wel heel typisch Rotterdams. Het is ineens van spontaniteit en dan komt het naar voren. En we pakken gelijk publiciteit en dan gaat het lopen. Je ziet het, we hebben het ook op de toonbank neergezet. Ja, maar je hebt het daar. Ik heb er één in de etalage gezet. Ja. Ik heb ze hier neergezet. Ja, we staan nu de borden voor, maar daar heb ik ze ook staan. En ze staan daar. Ja. En dan staan ze nog in het vak. Ik hoop dat Ketelbink bier het iconische bier van Rotterdam wordt. En dat mensen ook denken van, god, dit is echt Rotterdams. Moet je zien wat wij in Rotterdam hebben. En dat op elk terrasje, op elk tafeltje een fles in het midden staat waarbij iedereen elkaar bijschenkt. Dat is zoals ik het voor me zie. En daarom heb ik ook alleen maar grote flessen.
Want in je eentje ga je zo'n grote fles toch niet leeg drinken. En dan kun je tenminste je vrienden ook nog wat geven. En daar gaat het wat mij betreft gewoon om. Dus in je eentje met een flesje staan, dat zie ik niet zitten. Keteldrinken wordt gewoon samen gedronken. En dat, zo zie ik het voor me.